Er gaat een nieuwe manier van V-Bucks unlocken komen in Fortnite. Ik ga in deze video alles uitleggen hoe deze manier gaat werken en hoe het eruit gaat zien. Dus blijf deze video helemaal afkijken om niks te missen. En zelf dus te weten te komen hoe je deze V-Bucks gratis kan unlocken. Kijk eens aan, dames en heren. Daar ben ik weer voor jullie in het main-menu-schermpje van Fortnite Chapter 4. En jullie kunnen het al zien aan de background, aan de skin. Ik zit vandaag met de nieuwe update hier voor jullie. En ik ga dus iets aan jullie vertellen. Waardoor wij eventueel met z'n allen gratis V-Bucks kunnen krijgen. Dus kijk deze video helemaal af. Klik niks verder, want je wil dit sowieso weten. Laat even een duimpje omhoog achter op deze video. Dat zou ik zelf gewoon heel erg nice vinden. Want ik ga dus laten zien en uitleggen hoe wij dus eventueel gewoon gratis V-Bucks eventueel kunnen krijgen in Fortnite. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen, dames en heren. Eigenlijk, voordat ik begin met het vertellen van dit, ga even naar de Fortnite itemshop toe en vul in deze itemshop even mijn hele mooie support equal de code TIS in. Want dat zou ik gewoon heel erg nice vinden. Het is een hele korte code. En hoe meer mensen mijn code gebruiken, hoe vaker ik voor jullie een giveaway kan doen. Dus gebruik de code TIS. TES, ik accepteer hem ook en heb ik hem zelf weer ingesteld. En ik hoop dat jullie dat ook doen, want dat zou ik heel erg nice vinden. Want, dames en heren, ik ga het dus vandaag aan jullie vertellen en uitleggen wat er dus eventueel gaat gebeuren. Waardoor wij dus allemaal gewoon gratis V-Bucks kunnen unlocken in de game. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Want, zoals we weten zijn er een aantal mogelijke manieren waarop wij op dit moment gratis, of ja, gratis op een normale manier eigenlijk, V-Bucks in de game kunnen krijgen. Een van de manieren waarop het gratis is, is door middel van de Battle Pass. Alhoewel, je betaalt natuurlijk ja, geld voor de Battle Pass om de Battle Pass te kunnen unlocken. Maar zoals je kan zien krijg je bij elke pagina krijg je gewoon V-Bucks terug. Wat inhoudt dat als jij 950 V-Bucks betaalt voor de Battle Pass je dus in totaal 1400 V-Bucks terugkrijgt. Want je krijgt bij elke pagina gewoon 100 V-Bucks. Wat natuurlijk gewoon super nice is. Dat is de allereerste mogelijkheid waarop jij natuurlijk je V-Bucks terug kan verdienen. Dat is gewoon heel simpel door de Battle Pass te hebben. Dat is niet het enige, dames en heren. Stap nummer 2 is eigenlijk de meest logische reden die er is. Die bijna iedereen doet. En dat heeft te maken met ja, V-Bucks kopen in de itemshop op deze manier. Of zoals ik het heel vaak doe, gewoon met zo'n kaartje zoals dit. Die kan je natuurlijk ook kopen. Die heb ik eindelijk gevonden in Nederland. Maar dit is ook gewoon een manier waarop je V-Bucks kan kopen. Wat eigenlijk gewoon een normale standaard manier is natuurlijk. En wat ik al vaak tegen jullie gezegd heb, wat ook een manier is, is naar de itemshop toe te gaan en op een bepaalde skinbundel te kopen. Want er zijn in Fortnite heel vaak skinbundels die uiteindelijk V-Bucks teruggeven aan jou, waardoor je dus een skin krijgt en ook nog eens daadwerkelijk gratis V-Bucks. De itemshop is echt weer super groot. Maar als ik dus deze pack als voorbeeld neem, heb je hier dus die Inferno Quest pack zoals je kan zien. En je krijgt er dus 1500 V-Bucks voor terug, terwijl de skin 12 euro kost. Nou, als we de items inspecteren, zie je dus dat je een legendary gouden outfit krijgt. Die in de itemshop dus eigenlijk al 20 euro kost. Dus je krijgt dus eigenlijk gewoon voor die 11 euro of 12 euro die je uitgeeft, krijg je al een skin gratis. Want ja, eigenlijk is de skin normaal in de itemshop de helft duurder. Of deze skin is de helft goedkoper dan dat die in de itemshop is. Plus je krijgt dus 15 euro aan V-Bucks, terwijl je gewoon maar 12 euro betaalt. Dus je krijgt sowieso op deze manier dus ook al heel veel gratis V-Bucks in de game. En ik weet het natuurlijk, ja jongens, je zegt heel vaak tegen mij, je moet wel iets kopen, maar je koopt ook daadwerkelijk de skin. Dus ja, je krijgt daadwerkelijk die V-Bucks gewoon gratis erbij. Maar dat zijn de manieren waarop je op dit moment natuurlijk nu in Fortnite dus aan V-Bucks kan komen. En er zijn hier nog een paar packs zoals je kan zien. Hier heb je er ook nog eentje. Er zijn er eigenlijk best wel veel die je kan kopen. Maar dat zijn eigenlijk de drie normale manieren waarop jij aan V-Bucks kan komen. En wat nou, dames en heren, als ik jullie zou vertellen dat dat niet de enige manier is. Want we hebben natuurlijk de afgelopen update gehad. Daar hebben wij dus deze soort van Most Wanted, ja, Battle Pass-achtig iets van gekregen. En ik dacht precies eigenlijk dat op het moment dat dit in de game zou komen, we hier nog gratis V-Bucks mee zouden kunnen krijgen. Maar zoals je kan zien, je krijgt dus een wrap. Ik heb het allemaal al gekocht omdat ik het voor de video wilde hebben. Je krijgt pickaxes, backbling en skins, et cetera, zoals je kan zien. Ik heb het allebei al. Maar ik dacht dus, en ik heb het ook al in een andere video voorspeld, dat ik dus in deze Battle Pass, ja, op verschillende manieren dus V-Bucks kon krijgen. Dat is dus niet zo, dames en heren. Dat is helaas wel heel erg jammer. Maar ik zou je wel aanraden om deze, ja, questen en allemaal dingen gewoon te unlocken. Want zoals je kan zien, als je op More Info klikt, staat er namelijk hieronder, ja, als note bij: please note that in-game rewards include the Solid Skull Backbling are not exclusive to Most Wanted and may be available later in the item shop for ja, potentially higher price. Oftewel, je kan hem nu gratis unlocken door middel van gewoon heel veel te spelen. Maar het kan dus zo zijn dat Epic Games later besluit van, oh, we gaan deze skin in de item shop brengen voor 1200 V-Bucks. Dus ik zou sowieso zeggen van, ga dit spelen. Maar ik dacht dus dat we hier gratis V-Bucks mee konden verdienen. En dat is dus niet zo, dames en heren. Dat heb ik fout gehad. Maar er blijft nu nog één optie open. En die optie wordt ook weer bevestigd in de update bestanden van volgende week. Want het kan dus heel erg goed zijn als we dus naar de Battle Pass toe gaan en dus naar de Geralt of Rivia skin gaan en dan naar pagina
nummer 2 gaan. Dat wij hier dus een gratis Battle Pass pagina krijgen. Er zijn geruchten dat er nog iets met de Battle Pass gaat gebeuren. Waardoor wij als spelers gratis V-Bucks terug gaan krijgen als goedmakertje van Fortnite. En hoe goed zou het nou kunnen zijn als we hier daadwerkelijk 1, 2, 3, 4, 5 van die dingen hebben. En dus daadwerkelijk per ding 100 V-Bucks zouden krijgen. Krijgen wij dus 500 V-Bucks gratis. Het zou heel erg nice zijn als we dus dat daadwerkelijk hier zouden gaan krijgen. En het is dus heel erg aannemelijk dat wij dus daadwerkelijk over 2 weken gewoon een gratis Battle Pass pagina gaan krijgen. Nog in de Battle Pass. Om vervolgens allerlei challenges voor te moeten doen. En ik zou dat zelf heel erg nice vinden. Ik weet niet wat jullie daar zo van zouden vinden. Laat sowieso even een duimpje omhoog achter op deze video als je dat een super vet idee zou vinden. Want dan is dat dus niet de enige manier waarop je V-Bucks kan krijgen door middel van te kopen. Maar dan kan je het daadwerkelijk gewoon unlocken door middel van gewoon op deze manier bij wijze van spreken een V-Bucks logotje erbij te hebben. En dus allerlei quests te moeten doen. Dus ik hoop heel erg dat de leakers die dit gevonden hebben gelijk hebben en dat Epic Games dat zoiets doet. Want laten we heel eerlijk zijn, dit wat wij hier hebben in Battle Pass tier-achtige Most Wanted stijl. Had ook niemand verwacht. Dus het kan gewoon heel erg goed zijn dat wij dus daadwerkelijk bij de Battle Pass een gratis Battle Pass pagina gaan krijgen. Het kan zijn dat het dus deze pagina is. Maar het kan dus ook zijn dat hier gewoon nog een extra vakje bij komt. Hierboven bij spreken waar mijn muis zit. Met daadwerkelijk een V-Bucks logootje. Waarbij wij dus gewoon gratis V-Bucks kunnen krijgen. Dus we moeten even afwachten, dames en heren. Want zoals je kan zien staat hier dat het over 13 dagen pas komt. Dus dat zou sowieso nog 2 weken zijn. Ik neem deze video op donderdag op. Of op dinsdag op. En 2 weken dan dus ongeveer op een woensdag zou dat dus zo moeten komen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd of wij dan daadwerkelijk hier heel erg mooi een V-Bucks gaan zien staan. Ik hoop het heel erg, dames en heren. Maar ja, we weten het natuurlijk helemaal niet zeker. Want zoals ik al heb gezegd, het kan ook zo zijn dat het compleet iets anders gaat worden. Want ook dit had niemand verwacht. Maar goed, als het wel zo is, dan gaat het dus de manier van om in deze itemshop V-Bucks te kopen. Of hier V-Bucks te kopen in tegen. Want dan hebben wij dus gewoon nog een extra manier in Fortnite om het daadwerkelijk te kunnen unlocken. En ik zou dat zelf heel erg nice vinden. Maar omdat het nu op dit moment nog niet in de game zit en jullie wel op deze video hebben geklikt en heel veel mensen natuurlijk mijn supporter creatorcode Teach gebruiken, wil ik wel 2 mensen blij gaan maken met iets heel erg leuks. Dus 2 winnaars die ik binnenkort dan ga uitkiezen, mogen kiezen of zij dus iets uit de itemshop willen hebben. Dat is een ding wat zou mogen. Maar het kan ook zo zijn dat ik gewoon 2 mensen 1000 V-Bucks geef. Dus er zijn een paar stappen die je daarvoor moet doen. Stap nummer 1, zoals ik al heb gezegd, is sowieso even de supporter creatorcode Teach gebruiken. Het staat hier in beeld. Dus gebruik gewoon de supporter creatorcode Teach. Ik vul hem nu ook in. Accepteer hem even, zou ik gewoon heel erg nice vinden. Dat was stap nummer 1. Stap nummer 2 is een duimpje omhoog achterlaten op deze video. Dus laat dat duimpje achter. Stap nummer 3 is even abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Zodat je niks mist aan de video's die ik upload. Dus abonneer nu op mijn kanaal. En stap nummer 4, ga dan even naar de comments. Comment jouw Epic Games naam, want dan kan ik jou gewoon toevoegen. En dan kan ik jou dus eventueel uit de itemshop een mooie skin gaan giften. Of als jij die voor de V-Bucks wil, krijg jij van mij de V-Bucks. Dus we moeten even afwachten, dames en heren. Of het dus daadwerkelijk op deze pagina zo gaat zijn. Ik hoop het wel. Ik zou dat zelf heel erg nice vinden. Ik denk dat jullie dat ook wel heel erg nice zouden vinden. Je mag ook even mijn Discord joinen. Mijn Discord staat in de beschrijving. Dat is gratis. Dan kan je met mij en met mijn kijkers chatten. Wat gewoon heel erg gezellig is. En dan bedank jullie nu voor het kijken naar deze video. En dan kan ik alleen maar 1 ding hopen. En dat is gewoon fingers crossed houden voor de Battle Pass pagina in Fortnite.